Een hele goede morgen allemaal. Heel fijn. Ik heb vandaag een beetje kunnen uitslapen. Dus ik was niet om 7 uur gelijk wakker. En ik ben gisteravond natuurlijk naar die barbecue geweest. Wat echt super leuk was. Ik ben echt heel blij dat ik naartoe ben gegaan. Want ik heb gelijk heel veel mensen ontmoet. En ik vond ook gewoon... Ja, het was ook wel echt een hele ervaring om... Ja, om daar dan te zijn. En ook om... Ik had gelijk gewoon aan iedereen voorgesteld. En iedereen was ook heel open. En kwam ook gewoon naar mij toe om zich voor te stellen. En er waren ook heel veel nieuwe mensen die zich net hadden ingeschreven om daar te gaan werken. Online. En... ja, merkte ook gewoon gelijk dat iedereen daar heel open was. En... ik had bijvoorbeeld ook... Ja... Ik vroeg gewoon aan die mensen van ook van wat zijn jullie aan het doen of wat, hoe zijn jullie begonnen. Ik wil natuurlijk gewoon van zoveel mogelijk mensen weten van ja, wat ze hebben, hoe zij hun bedrijfje hebben opgezet of hoe zij zijn geworden waar ze nu staan. En ze vroegen dan natuurlijk ook aan mij terug van ja, wat doe jij nu of waar ben je, wat doe je nu voor werk of ja. En ik merkte wel dat ik de eerste keer vond ik het best wel een beetje spannend. En toch een beetje ongemakkelijk om dan te zeggen van ja, ik wil heel graag een online bedrijfje opzetten. Maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet in wat of hoe. En omdat, ja, in Nederland zijn we natuurlijk toch wat meer geleerd en toch wat meer gewend om, ja, om een plan te hebben. Om toch te zeggen van... Dat je weet hoe je het moet aanpakken. En vaak is dat ook wel een beetje wat mensen willen horen. Maar ik merkte eigenlijk hier dat ik, toen ik gewoon dat eerlijk vertelde. En door me juist, ja, in principe gewoon kwetsbaar op te stellen. In de zin door gewoon eerlijk te zeggen van ik weet nog niet hoe of wat. Merkte ik gewoon dat de mensen hier dat gewoon helemaal geweldig vonden. En ze waren super positief. En ze hadden ook gelijk, ja, ze kwamen ook gewoon met ideeën, met tips. En ze vonden het juist supergoed. En dus eigenlijk de tweede en alle keren daarna dat ik dat vertelde van wat ik precies van plan ben, vond ik het helemaal niet meer ongemakkelijk. En ik vond juist ook gewoon, ja, ik vond juist ook wel gewoon goed dat ik het zo aanpak. Dus daar was ik ook gewoon echt super blij mee. En een jongen die had ook echt een supergoed idee voor me om dat ik me moet aanmelden in de Facebookgroep van de Dojo Community. Ja, nog even voor de duidelijkheid, want ik had daar een paar vragen over. Dojo Community is dus zeg maar een digital community waar mensen die zelf online werken voor zichzelf of een eigen bedrijfje hebben opgezet, die kunnen dus lid worden van deze community, waardoor je dus in aanmerking komt met andere mensen die andere skills hebben, met andere die andere ideeën hebben. En dat je een soort van, omdat je voor jezelf werkt, dat je toch het gevoel hebt dat je ergens bij hoort. Dus ja, dat is een beetje kort gezegd wat de Dojo Community is. En hij kwam dus met het idee om in die Dojo Community Facebook groep een bericht te zetten met gewoon mijn situatie kort uitgelegd. Zoals ik op dit moment geen laptop nog heb, want die is in de maak. En dat ik heel graag een eigen online bedrijf wil opzetten, maar dat ik nog niet echt een idee heb hoe of wat. En dat ik heel graag wil vragen of dat mensen misschien een half uurtje de tijd hebben om hun verhaal te doen naar mij en om uit te leggen van wat zij precies doen en hoe dat er precies uitziet. Dus ik dacht echt van oei, dat is echt een supergoed idee, want ja, ik kan daar toch nog niet echt werken en zo doe ik echt superveel nieuwe inspiratie op. En hij zei ook van ja, mensen vinden het echt superleuk om dat uit te leggen, dus ik weet zeker dat er heel veel mensen op gaan reageren. En hij zei zelf ook al van, nou, volgende week dan doen we even contacten. En dan ga ik je alles uitleggen over mijn
mijn bedrijfje die ik samen met mijn broer heb opgezet. En wat we allemaal doen en hoe dat er dan precies uitziet. Dus superleuk. Ik heb er ook echt zin in om dat allemaal te zien. Want ja, dan kan ik ook precies kijken wat het allemaal nou inhoudt. En er zijn ook gewoon zoveel... Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om een eigen bedrijfje in te beginnen. Dus ik denk dat dit echt een hele goede start is om me gewoon zo te oriënteren. Ja, dat ga ik dan doen. Ik heb gisteren ook een paar meisjes ontmoet die ook voor hunzelf werken. En ze hadden het idee om een WhatsApp-groep aan te maken. En dan vandaag een brunch te doen. Dus dat hebben we dan gedaan en dat ga ik dan straks doen. Dus heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, echt superleuk allemaal. Het was heel gezellig en ik ben blij dat ik er naartoe ben gegaan. Oké, nou superleuk. Ik ga nu naar de brunch. Bye. Met wie ik gisteren had afgesproken, want die heb ik gisteren dus ontmoet. En daar ga ik nu wat mee eten. Oké, we zitten nu aan de ontbijttafel. Dit is met de mensen die ik gisteren heb ontmoet. I will introduce you to some people. Oh no, you can't just catch me on the spot so, like that. So I met Les yesterday and yeah. He quit his he quit your company. Yeah, shut it down. Yeah. You shut it down and now he wants to start being a digital nomad. Start his own company again, but then be a working remotely. This is Marcus, and he told me he's doing a lot of different things, which is not really clear to me. can you say shortly what you're doing? User experience design, some scientific studies as well. I'm trying to get into e-commerce more. En cryptocurrency. Iedereen die, die wil iets nieuws beginnen, dus superleuk allemaal. Nou, ik heb net dus met het heen nog even afgesproken. Die ik dus in Cambodja had gezien, Thailand en daarna in Bali weer. Dus dat was heel gezellig. Maar... ja, ik zit nu even ergens wat lekker Indonesisch te eten. En ja, ik weet niet. Ik heb soms toch ook wel van, ik vind het allemaal wel echt spannend. En ik heb wel echt gewoon van, als ik te ver vooruit ga denken, dan word ik gewoon wel echt eigenlijk best wel een beetje zenuwachtig. En helemaal omdat het nog allemaal zo vaag is, zeg maar. Dus dat vind ik best wel lastig. Maar... ja, ik hoop gewoon wel van, want ik moet dus bij die dojo community op via Facebook en dan ga ik dus even een bericht uitsturen van dat ik dus op zoek ben naar mensen die een kwartiertje of een half uurtje van hun tijd mij willen helpen met gewoon uitleggen van wat ze doen of dat ze tips hebben of uitleggen van wat hun precies doen, zeg maar, en dat dan laten zien aan mij. Maar ik ben nu nog aan het wachten op totdat ik ben geaccepteerd. En dan kan ik dat echt gaan doen. En dan hoop ik wel echt dat het gewoon een beetje gaat rollen, zeg maar. Want nou, gisteren had ik dan die barbecue en heb ik vandaag wel geluncht. Maar dan, ja, nu weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Dus nu moet ik gewoon even wachten op tot ik word geaccepteerd. Maar dat wachten vind ik altijd moeilijk, want dan ga ik heel veel... Dan ga ik nadenken en dat moet ik gewoon niet doen op dit moment, want dan word ik helemaal zenuwachtig. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik heb, ik zit even kwijt. Nou, laters. Nou, nu ik hier eigenlijk zo zit, heb ik echt in één keer een super goed idee. Ik ga het 4-hour work week boek lezen. Het vriendje van Eva had dat aan mij voorgesteld. Of die had dat geadviseerd. En ik denk in één keer van ja, ik moet mijn tijd gewoon nuttig besteden. Dus dat ga ik doen. Oké. Doei. Tot morgen.